Er moet een oplossing worden gezocht voor de overstromingen in het binnenland. Dit zegt districtscommissaris Osea Bini van het bestuursresort Pamaka in Sipaliwini. Het gebied is onlangs getroffen door zware wateroverlast. Volgens de burgervader is dit een fenomeen dat zich de afgelopen jaren steeds vaker voordoet. Er zal een uitweg gevonden moeten worden om het probleem tegen te gaan. Het vasteland is hoger dan eigenlijk de eilanden. En wij moeten dan ervoor zorgen dat wij awareness kunnen brengen bij deze mensen. Bijvoorbeeld door een project die we in samenwerking met interne of misschien externe organisaties kunnen uitvoeren. En waardoor de mensen een betere woonplaats hebben, dat wanneer er overlast, wateroverlast is, dat ze geen last meer daarvan kunnen krijgen. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk is van mening dat er een oplossing gezocht moet worden. Vorige week maakte hij deel uit van de regeringsdelegatie die onder leiding van president Chan Sang-tuki een bezoek heeft gebracht aan het gebied. Er is toen ook gesproken met het dorpshoofd. In het Matawai-gebied hebben wij dan ook gesprek gevoerd met de Gramang, die het zeer op prijs stelt dat wij attentie even doen, dat wij daar zijn gegaan en die mensen waren blij. Maar niet alleen dat die mensen blij waren, maar dat wij ook met hun een structurele oplossingsplan moeten gaan opstellen. Want als wij weten dat om de zoveel jaren dat er overstroming komt, moeten we voorzorgmaatregelen treffen, zodat wanneer bijvoorbeeld de water weer komt, er is weer overstroming, dat die mensen al precies weten wat ze moeten doen. Ja? Daarvoor gaan we ook samen met de gemeenschap een plan opstellen. Het afgelopen weekend zijn 300 voedselpakketten verstrekt aan de bewoners van de getroffen gebieden. Het gaat om personen die grote schade hebben geleden als gevolg van de overstroming. Volgens Johannes Seder, bewoner van het dorp Lokaloka, komt de hulp vanuit de overheid als geroepen. Door de wateroverlast zijn veel gewassen verloren gegaan, waardoor het voor velen heel moeilijk was om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. We vinden het wel mooi dat de arkeren dus snel in best samen naar de DC, de delegatie, de medewerkers erover het Paramaka-gebied. Die doen het best heel snel dat dit maar zie ding, de kwam een voedingspakket. Want Alak Saba pori in de kostkrant. Ja. Maar tot nu toe, dat we staken water toestandsrevie, hij dalen. En we vinden blij, we tak gado tangi. De voedselpakketten zijn in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en het NCCR verstrekt.